Hallo, ik ben Edwin van Wijk en ik ben praktijkdocent meubelmaken en PO. En ik wil laten zien hoe ik een rubriek maak voor een praktijkopdracht, in dit geval voor de stoel. Ik begin hiervoor in Excel, want ik wil hem later in Teams zetten. In Excel heb ik een formulier gemaakt waar alle werkprocessen in staan en alle onderdelen waarop we beoordelen. In dit geval zijn er werkbonnen, afwerking, eindbeoordeling, afmontage, beroepshouding en een peerbeoordeling waarin de leerlingen elkaar gaan beoordelen. En je kan misschien ook nog extra punten halen door wat extra's te doen aan je meubel. We kunnen daar goed voldoende of onvoldoende voor behalen. En dat wordt beschreven. Wanneer is het goed, wanneer is het voldoende, wanneer is het onvoldoende. Er wordt ook een weging aan toegekend. Hier 40, 33, 9 enzovoorts. En dat komt in een totaal uit op 100, wat een theorie een 10 zou zijn. Als ik dit allemaal ingevuld heb, ga ik naar Teams. En in Teams ga ik naar opdrachten. En dan maken een opdracht. En ik ken hem even aan een tweedejaars klas toe nu, want het zou een opdrachtstoel is een tweedejaars opdracht. En daar vind je een rubriek toevoegen. Je kunt hier in de opdracht alles een naam geven, welke opdracht het is, waar het over gaat. Maar je kunt ook een rubriek toevoegen. En dan kun je hier weer toevoegen en dan kun je een nieuwe rubriek maken. Dan kom je in dit veld en daar vind je allerlei opties. Onder andere, je kunt er punten toekennen. En dan kun je hier 3, 2, 1 of wat je wil. Ik zou zeggen goed, voldoende en onvoldoende. En je gaat beschrijven voor het criterium wat daar goed is, wat voldoende is en wat onvoldoende is. Ik zal laten zien hoe dat eruit ziet. Gaan we weer even toevoegen en dan pak ik die van de stoel. En hier zie je hem ingevuld. Dan heb ik alles uit Excel, wat ik daar opgeschreven had, heb ik hierin gekopieerd. Beschrijving en goed is dat, voldoende is dat, onvoldoende is dat. En dat van alle werkprocessen. Staan er allemaal in. Als je dat helemaal gedaan hebt, kun je hem bijvoegen. En dan staat hij hier in de opdracht. Als ik er nou op klik, dan is dit wat een student ziet in opdrachtenteams. Als hij de rubriek aanklikt, dan kan hij dus precies zien waar hij op beoordeeld wordt en hoe hij iets goed, voldoende of onvoldoende maakt. Hij kan zichzelf dus helemaal controleren. In Teams kun je dat zien. Op het moment dat je in Teams de opdracht opent, zit daar een rubriek in, opdrachtstoel. En daar zie je hier het totaal van de werkbonnen, kerntaak 1, werkproces 1 tot en met werkproces 8, kerntaak 2 en 3. En hier zie je de rubriek. Wanneer is het goed, wanneer is het voldoende, wanneer is het onvoldoende. Dus je kunt daar dan één van die aanklikken en dat is eigenlijk al de feedback die je geeft. Is er maar één werkbon gedaan, dan zijn twee of meer werkbonnen niet afgetekend. Nou, dat is dat. Zijn alle werkbonnen gedaan, dan is het goed. En dan kun je hier naar het volgende onderdeel toe. Afwerking. En dat bestaat uit een aantal punten. Ook hier voor dit deel van de afwerking. Eindoordeel, meubel, werkstuk. Gebroken kanten zijn evenredig en consequent. Nou, of alles is gedaan. Of er moet nog iets gebeuren. Of het is heel slordig gedaan. Je klikt het aan en dat krijgt de leerling te zien. Dan kun je hier weer naar het volgende. In dit geval is het voor de afwerking lijmrasresten, fijne schuurkrassen, uitgebroken delen.
ook hier beschreven en je kunt aangeven wat jullie vinden dat het is. En zo loop je hier het hele formulier door en uiteindelijk rolt daar een eindcijfer uit voor de leerling. Je hoeft dus zelfs geen feedback meer te typen. Je kan de leerling wel wat vertellen en op die manier kunnen we vanuit Teams het formulier gebruiken om de beoordeling te maken en hoef je daar niks meer voor op te schrijven en gaat dat hopelijk veel sneller. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Dit was het. Dankjewel. Succes.